11 november staan de eerste begrotingsdebatten op de agenda van de Tilburgse gemeenteraad. Dat is het moment voor de partijen waarop zij kunnen aangeven welke plannen in 2014 voorrang krijgen en hoeveel geld daarvoor wordt vrijgemaakt. Dit is de top 3 van de Tilburgse Volkspartij. Het allerbelangrijkste van de begroting, vindt de Tilburgse Volkspartij, zijn natuurlijk de centjes. Daar draait het om. 800 miljoen euro bedraagt de exploitatie van de gemeente Tilburg. En de TVP is van mening dat er te veel opgepot wordt. Er zit veel te veel geld in de reserves, in voorzieningen. Dat kan wat ons betreft wel een beetje minder. En dat geld zou terug moeten naar de burgers. Een ander punt in de begroting vinden wij dat het grondbedrijf veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Daar lopen we enorme risico's en het college onderschat dat. Althans, ik denk dat het college wel weet waar ze mee bezig zijn, maar het gewoon niet aan de raad vertelt. En wij als TVP vinden dat de raad recht heeft op die informatie waarmee wij ook de burgers kunnen informeren. In de begroting draait het natuurlijk niet alleen om geld, niet alleen om de centjes. Het gaat er ook om hoe we de komende jaren met onze stad omgaan, met de ontwikkeling in onze stad en met de burgers. Wij vinden als Tilburgse Volkspartij dat er te weinig aandacht is voor hele belangrijke onderwerpen die op ons afkomen. En dan bedoelen wij met name de wet maatschappelijke ondersteuning, de jeugdzorg en de wet werk en inkomen.